Als jullie een Airbnb zouden doen, wie zou dan de drag zijn? Hallo allemaal. Ik Vertrek is een van mijn lievelingsprogramma's. Het is een serie die mensen volgt die gaan verhuizen naar het buitenland om daar meestal een B&B te beginnen of een nieuw leven. En vaak gaat het gepaard met dat ze niet de taal kennen. Uit Nederland weg willen, want er zijn zoveel regels en dan toch met heel veel regels te maken krijgen. Verbouwingsproblematiek, een en al ellende en het is ook heel vaak heel grappig. Nou, zijn er echt wel een paar iconic afleveringen natuurlijk geweest. De vrouw aan het ziekenbed. Ja. Hoe is het nu met je? Oh, je hebt wel gezelschap van Herman, zie ik. Ja. Die komen slaapkamer uit. Gidof, ga je eigen bed in. Hoppakee. Hup, je eigen bed in. Hier heb jij je eigen bed. En als je daar nog lullig tegen moet, dan krijg je helemaal, hè? Oh. Nou, hij brandt ook nog. Goed gedaan. Nou, wat is het goed! Ik kijk het bijna altijd. En samen met mijn vriendengroep ook wel. En dan bespreken we soms even na van, hebben jullie deze al gezien? Of moet je kijken dit? Maar soms zit er eentje tussen en denk je, ja, dit wil ik gewoon niet alleen kijken. Ik zag een voorstukje van een nieuwe aflevering van twee mannen uit Utrecht die gaan verhuizen naar Gallia. Vlakbij Benidorm. Waarvan één ook een drag queen is. Nou, het zag er gelijk geweldig uit. Dus vanavond ga ik naar Utrecht toe om het dus met Bram, Marines en de hele aanhang en de kids te kijken. Heel veel zin in. Zelf ben ik niet zo heel erg Ik Vertrekkelijk aangelegd. Ik zou wel nog wel een keer dan een jaar of zo in Londen of in Berlijn willen wonen. Maar dan moet het ook wel iets zijn wat ik daar qua werk ga doen, weet je. Want dan zou ik dan even daar een theaterproductie of zo moeten doen. Maar ik heb niet echt heel erg die urge nog om te vertrekken. Ik weet niet wat het met jullie zit. Ik ben wel benieuwd. Dus dat. Ik ga zo naar Utrecht toe. Heel veel zin in. Ik heb ook al mijn vriendengroep al lang niet gezien. Dus er moet bijgepraat worden. De nieuwste juice, de nieuwste roddeltjes. Alles moet even besproken worden. En dan gaan we ook nog uit. En als ik vanavond thuis kom, moet er ook nog van alles gepakt worden. Want ik vertrek ook. Maar even naar Bali. Niet voor altijd, maar voor even. Ja. Jij hebt iets meegenomen. Fruit uit chili. Uit chili? Ja, het gaat heel lekker. Maar het is niet koud. Maar mijn dark Tommy die... Ik moet alleen even denken waar we op gaan proosten. Nou, dat komt wel goed. Oh. Ik ging op de vakantie alvast. Oh ja, leuk. Als je mee, ja, ik weet nog niet of ik mee kan. Weet je niet, dan ben jij gewoon mee. Ja, je moet. Ja, maar ik heb gewoon... Ik heb nog showbiz. Ja. Ik weet nog niet mijn schema. Maar goed. Ja, de show must go on, maar hier in Italië. La show, deve... De biz. Continuare. Dat is lekker. Weet je wat dus de plannen was? Ja? Ja. Maar dat is je wel van Bommel. Ben je een cracker met saus, maar wel lekker. Ik heb dus, moet je kijken hoeveel... Ik heb gewoon een cracker met... Hoe groot is deze rand? Ongekend. Ze zit zelfs gaat in mijn cracker. Ja. De crackerbakker. Net crack. Schat, je hebt het gelezen. Meid, ik kan het je echt van harte aanraden. Het is echt... Is het de eerste druk? Het is... Ik heb het gekocht zodra het uitkwam. Weet je hoe het was? 31 euro. Nee! Ik had een tegoedbon van 15 euro, dus 6 euro bijbetaald. Dat is... Maar het was het wel waard, want het gaat over zijn besneden penis. Oh! Zijn ginger pubes. Hè? Ja, hij beschrijft alles in detail, schat. Maar hij heeft geld nodig, hij beschrijft dat hij security nodig heeft, want het paleis gaat hem niet meer betalen voor security. Mm-hmm. Dus Netflix deal voor die serie en dit. En ja, ze zijn nu gewoon loaded weer. Maar het is altijd goed als je de eerste druk hebt, want net zoals bij de biografie van Gordon, daar stond natuurlijk alle juice in. En daarna komen de rechtszaken, weet ik veel wat. Dus je moet altijd, dames en heren, is een tip, koop altijd de eerste druk. Ja, dat is. Het is alleen niet gesigneerd. Maar wat mij echt verbaast is gewoon vooral de openheid, oprechtheid over zijn rouw naar Diana, zeg maar. Maar ook, zeg maar, zijn getombeerde relatie met zijn broer. Dat is niet goed, hè? Dat is niet goed. En zijn pa ook niet. Dat is geef eens even één feitje buiten die snikkel om.
dat je, zou ik zeggen, het goed verjaardagsgesprek, dat je denkt van nou, wat ik heb gelezen, wat is, zou ik zeggen, de juice die is bijgebleven buiten die snikkel om, nou, AUB? Dat William hem op een gegeven moment gewoon op de grond hoekt gewoon, van zijn keuken en gewoon een punch geeft, dat hij daar gewoon ligt en dat, nou, ik dacht echt van waar gaat het heen? Gewoon is het broerstuk totaal niet meer oké met elkaar en dat vond ik gewoon echt best wel heftig. Maar je hebt ook zo'n foto van de beveiliger van Diana, nou, 2 druppels water is wel, op Harry. Is wel. Ja, de geruchten zijn waar. Ja, Harry, call me. Call me by your name. Call me by your name. Call me is een boekjaar. You're too boy. Mooi. Mijn dingetje. Oh. Ik vind het heel leuk. Ik zit wel in de vlog. In waar? De Haag. De Haag? In Agga. Ik vind het heel leuk. Weet je dat Agga, dus de straattaal is voor Den Haag, wat ik dus helemaal niet wist, want ik gebruik het omdat het agressief. Super. We leven al iets langer dan vandaag, lieverd. Hé, hey, meiden, moeten we niet op een gegeven moment Ik Vertrek gaan kijken? Want dat is eigenlijk waarvoor we hier zijn. Ja, dat is goed. Je hebt echt veel foto's gemaakt. Want we moeten ook nog naar Café Het Kalf, heb ik begrepen. Ja. Hoe vind je, ik vind je wenkjes zo leuk. Laat ze even goed zien. Een beetje iets meer met licht. Ja, nee, hier dat streepje. Maar ook jouw kleding, het is gewoon helemaal... It is giving me my jeugd. Ja, dit was jij in jouw jeugd? Nou ja, dit is wat gewoon 40-plussers aan hadden. Ja, sorry dat ik het zeg, schat. Die broek! Meid. Dames en heren, dit is een teken. Gooi nooit je kleding weg. Want je kan er ooit weer geld voor vragen. Nee, ja. Maar ik moet wel zeggen dat dit is van de H&M. Wat? En dit is van de Bershka. Dit is een van mijn enige outfits. Is dit van de Bershka? Dit is een van mijn enige outfits die niet bij. Maar hoe zie jij er niet basic uit terwijl je dat daar hebt gekocht? Dat is wel de vraag. Weet eens, schat, ik word oud. Is dat het? Ja, want ik denk bij dit hadden ICT'ers aan van 40 in de jaren 90. Ja, it's giving Cargo a run for her money. Maar... Pis. Ik pis ook. Nee, maar schat, nee, maar het is weer in. Kijk, het is helemaal in. Weet je wat het is? Mensen zeggen altijd mij, worden dokters nou jonger of word ik nou ouder? En ze zeggen altijd, u wordt ouder. Want ik vind het soms zo'n kut opmerking, dat je niet meer met de jeugd mee kan. En denk ik van, ja, maar dat ligt aan jou, hè? Ja, meid. Ja. Dus, nou, dat is het. Ja, maar Nova, je rockt dit. Weet je, het is ook gewoon hoe je draagt, met confidence, met accessoires. Het is gewoon een look. Het is af, het is coherent. Maar luister, toen ik puber was, toen was alles skinny jeans, hè? Toen was alles strak in de lak, was alles tight, body showing, alles. Je zag ook alles. Je zag alles. Je zag of je iemand kontje had, je zag alles. Ja, het was niet goed voor mijn skinny ass, maar... Tandenstokers. Nu denk ik ook dat we er helemaal lekker uitzien. Over 10 jaar denken we... Oh. En dat is wat het is. Het is gewoon een circle of life. Jongens, er is hier nog een pizza. Ja, hij ziet eruit als Margreet Dolman. Koffie, thee. Koffie TRM, zeiden ze altijd in het vliegtuig. En dan zeiden ze altijd, schatje, daar hoef ik niet lang over na te denken. Dan bedoelden ze mij niet. Ja. Oeh. Is van mij, hè? En deze ook. Het is een strijkplank. Ja. Oeh. Ga ik weer over dat ding heen? Nou, ik zie een stuk Charlotte Rockefeller hier. Dit vind ik eigenlijk een beetje niet kunnen. Want weet je, als die jongens dat zien, dan gaan ze natuurlijk lachen. Oh, hè? Eindelijk ben ik weer een beetje mezelf. Feest kan beginnen. Schat, we zijn nu op de helft van de aflevering. Het is elke 30 seconden is het raak met een one-liner, met een beeld. Het is echt een topaflevering. Maar ze zijn ook heel lief met elkaar. Dat vind ik zo cute. Ze zijn wel lief met elkaar. Als jullie een Airbnb zouden doen, wie zou dan de drag zijn? Eerlijk? Ik zou wel een fishy queen Absoluut. Zijn. Ja. Oh, dat zou dan wat zijn. Maar dat jij dan de jurk van Bram moet dragen. Ben ik de Marcel van ons twee? Oh, no, true. Ik weet het niet, schat. Ik denk toch dat de Bearded Queen. De Bearded Queen in Marbella. Ja, maar Binder dan dat. Toch? Het is een beetje van een gimmick die over is. Sorry, jij vindt mijn actors helemaal kut? Nee, Bearded Queens. Oké. Okay. Oh nee, schat. Jongens, weet je hoe lang ik jou mee bezig ben? Ik wil nu dat jullie in BNB gaan beginnen en dat Bram dan als drag. Wat zou je drag name zijn? Miss Etam. Bart. Brambarella. Meid. Brambarella. Oké, we kunnen weer. Oké. Okay.
Trek maar naar beneden. Dat kan toch niet? Je schouders zijn toch veel breder dan je heupen? Heb je het wel eens eerder zo gedaan? Ja, dat weet ik niet. Nee, dat gaat het niet worden. Maar ik zie opeens allemaal dronken hooligans. Ja, dag meneer. Oh my god. Oké. Ik heb nog iets voor jullie. En daar ben ik eigenlijk al best wel lang naar op zoek, maar ineens, het is een beetje, voor de tijd is het een beetje gek. Maar... Kerstdruk? Ja. Wel waar. Oké, doe je handje maar open. Doe je oogjes maar dicht. Oké, ik heb mijn oogjes dicht. Even hoor. Is het penis sized? Nou, goed, lekker. Meer, oh, nou. Doe je oogjes maar open. Oeh. Leuk. Oh, het is hier mooi. Ja. Maar, wat hè? Kwamen ze nu ineens binnen? Nee, ik heb jullie gewoon de hele tijd niet gezien omdat ik alleen maar aan het werk was. Oh, leuk. Maar deze zijn dus perfect qua kleur, qua glitters, want meestal zijn ze te donker. Nee, maar deze zijn het. Deze zijn het. Ja, ik ben er ook wel eens naar op zoek geweest. Heel mooi. Tjeeer. Dankjewel. God, wat leuk. Hè? Nee. Een jaar lang mag ik die nog niet ophangen. Ja, mijn plan is eindelijk officieel helemaal afnemen. Echt? Dat heeft nog lang geduurd. Blaam hangen van. God, dan kan ik wel mooi in. Ah. It's serving. Ik weet alleen niet hoe ik dit ooit heel vaak heb. Tada! Jongens, het is rood. Notti. Moet er nog even gedronken worden? Een klein pils. We gaan dus naar het café toe waar Charlotte Rockefeller, de drag queen, normaal huishoudt. Maar ze zit nu natuurlijk in Benidorm. Hield. Maar ik mis haar wel. Ik ken haar niet. Ze wel terug. Maar ik hoop dat ze de eigen serie krijgt samen met... Misschien is ze wel buitenland stage. Leuk. Oh. Hoe heet het ook alweer waar ze werkte? Tof? Nee, die andere. Oh. Hey, die andere. Je struikelt net zo veel als Charlotte. Mevrouw viel bijna in de gang. Voetbreken. Dit is helemaal nieuw, hè? Oké, ik ga nu naar huis. De rest blijft nog, want ik moet namelijk morgen naar Bali. Ik heb nog geen koffer gepakt, nog helemaal niks. Dus dat ga ik doen. Snel mijn bed in, want morgen heb ik een lange reis. En dan zit ik ineens in Bali. Hoe vind je het? Oké, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Love you, Pafiel. Vergeet niet te liken en te abonneren. Het is gratis. En ik vind het leuk.